Hey, Ben hier. We gaan vandaag witlof kweken. Daarvoor heb je nodig. Nou, witlof. Wortels. En wat je doet is een. Ja, ik heb zelf gewoon een. Hier een pot. En die vul ik met aarde. Ja, het is een beetje op de gok. Ze moeten er in ieder geval goed in kunnen. En de potgrond. Wat ik doe, ik hou ongeveer 1-2 centimeter over vanaf de wortel. Die snij ik af. En ik kijk even naar de... Ja, wat vies is. Dat haal ik eraf. En dan kan die in de pot. Wat ik zo even ga laten zien. Nou, volgende... Ja, die is ook niet echt mooi. Ja, je wil toch zorgen dat er geen schimmels of ziektes tussen komen. Dus doe het een beetje op gevoel. Kijk. Het klinkt hartstikke professioneel, maar voor mij is dit ook gewoon de eerste keer. Nou, ik zal jullie even laten zien. Ik ga even mijn camera omdraaien. Dan... ongeveer uit gaat zien. Nou, zoals je ziet, die twee, die zitten erin. En die ga ik er zo nog even instoppen. Dus ik ga nog even snel daarmee verder. Ja, als ik het erin stop, dan kijk ik ook eventjes naar de hoeveelheid. Wat ik ongeveer ga gebruiken voor een Porsche. Dus nou ja, ik ben samen met mijn vriend en met 3 pubers. Dus redelijk grote eters. Ja, wat wil ik maken? Nou, ik denk toch wel witlof uit de oven met ham en kaas of een ander lekker witlofrecept. Misschien nog een salade. Maar wat ik eigenlijk van plan ben, is hem voor nu, omdat het ook mijn eerste keer is, gewoon toch eens even kijken van, lukt mij dit? Dus ik plant nu 2, 4, 6, 8. Er zitten wat grote, wat kleine tussen. Nou, 2 per persoon. Nou, ik denk dat ik het zo laat. En wat ik dan kan doen en wat ik in ieder geval wat ik in gedachten heb. Is het dus om over een week of anderhalve week nog een keer te doen. Zodat ik eigenlijk verspreid mijn oogst ga krijgen. Ja, we zitten nu op half november. En... ja, er valt niet zoveel meer te doen in de moestuin. En voor mij is het sowieso de eerste keer. Dus ik vind dit wel een leuk klusje om te gaan doen. Omdat er voor de rest niet zoveel te doen is. Dus nou, nog wat erin. Even aandrukken. Nou, ik denk trouwens dat er nog wel eentje bij kan. Ga ik ook doen. Even kijken. Kunnen er nog 2 bij? Nou, ik denk dat er nog een 2 bij kunnen. Dus ik ga het gewoon proberen. En dan gaan we wel zien. Ik ga hem even op repeat zetten. Want ik ga dit nog eventjes door met snijden. Ik vind het wel leuk als jullie het ook een beetje kunnen zien. Dus ik zet hem even wat neer. Zodat jullie dat ook zien. Dat kan er wel af. Zo. Nou, en de laatste... gaan we maar eens even. Ja, het mooie was dat ik ook helemaal niet wist dat je dat kon doen met witlof. En ik ben mezelf alles een beetje aan het aanleren voor nu. En dit kwam ik per toeval tegen. Dat ik dacht, ja, oké. Ik kan blijkbaar dus gewoon witlof nu deze tijd doen. Had ik niet geweten. Ik moet zeggen, ik vind witlof niet altijd even lekker. Maar... ik moet me maar even wat meer gaan verdiepen in lekkere recepten, denk ik. Dus dat is aan mij. Zorg ervoor dat die kroontjes... heb ik geleerd... dat die schoon blijven. Ze mogen best wel tegen elkaar aanstaan.
Maar zorg ervoor dat daar dus geen aarde op zit. Nou ja, volgens mij gaat het zo wel goed. Nou. Hij moet nog water hebben, dus er zit nu nog wel wat aan. Even laten zien. Kijk. Nou, er zit bij mij onder in mijn pot zit wel wat... terugzetten. Daar zitten nog wel wat gaatjes in. Ik weet niet of je het kan zien, want ik heb hem ook gebruikt voor wortels. Nou... En dan ziet het er dus ongeveer zo uit. Nou, ik denk dat het er wel goed in zit. Ik weet het eigenlijk niet. Misschien dat hij hier nog een beetje wat aarde kan. Ik ga het gewoon doen. Kijk hoe mooi. Mooi kroontje. En hier komt dus als het ware die wortel uit naar boven. Dus dat moet deze... Kijk, als ik het zo een beetje bekijk, van deze gaat er zo meteen op. Zo. Ja, dan moet ik, kijk, hier zitten dus ook gaatjes in. Dus het is ook een beetje stuk. Dus wat ik ga doen, ik ga dit met een vuilniszak nog afdekken. En dan is hij wel helemaal donker, want dat is heel belangrijk vanwege het bleekproces. Want al doe je dat niet, dan komt er licht bij. Dat wist ik ook niet. Dan worden ze groen. En dat is bitter. Dus dat is denk ik niet wat je wil. Dus dit is het resultaat. Ik ga het even afmaken. En dan hou ik jullie op de hoogte.